is vandaag een hele speciale dag. Waarom? Het is de dag van de rechten van het kind. En wij gaan vandaag in Hardenberg 3 jongeren speciaal in het zonnetje zetten. En dat doen we door ze een jeugdlintje te gaan geven. We zijn hier op de Polberg. We staan nu op de oprit bij het huis van Ivas van Winkel. En we gaan hem verrassen om dit jeugdlintje te geven. Ik ga nu aanbellen. Ivas! Hey, van harte gefeliciteerd. Wat leuk jongen, jij hebt al een jeugdlintje gewonnen. En ik vind het hartstikke leuk om die aan jou te geven. Ik heb hem hier bij me, maar we moeten wel 1,5 meter even aanhouden. Ik geef hem op deze manier. En zou je hem alsjeblieft willen omhangen? Ja. En dan gaan we zo even met z'n allen even naar de tafel toe. Nou Ivas, het is een hele bijzondere dag. En je krijgt niet voor niks een jeugdlintje. Maar je hebt heel iets bijzonders gedaan. Kun je daar iets kort over vertellen? Ik heb mijn haar gedoneerd aan het goede doel. Oké, en waarom heb je dat gedaan? Vooral voor oma veel, want die was overleden en ik had een keer een reclame gezien en toen was ik eigenlijk begonnen. God, wat een hele dappere set heb je daarmee gedaan. En hoe lang heb je dat gedaan? 4 jaar ongeveer. 4 jaar? Oh, dat is wel heel erg lang. Ja. Ik moet eerlijk zijn, ik hou altijd mijn haar heel kort na 6 weken. 4 jaar is wel heel erg lang. Hoe lang was het toen? Ik had een 30 centimeter vlecht. Wow, dat is lang. Nou, het is wel heel echt dapper en ook bijzonder wat je gedaan hebt. En daarom vinden wij jou echt ook een held van onze gemeente. Heb je een jeugdlintje gekregen? Ja. Nou, en daar moet op gedronken worden. Dat doen we natuurlijk wel met alcoholvrij drankje. Van harte gefeliciteerd, iedereen die hier ook staat. Kijk eens Ivas, en dan hebben we ook nog een pracht van een oorkonde. Daar staat op beschreven wat je precies allemaal gedaan hebt. Mag ik die aan jou geven? En daar heb ik persoonlijk ook nog mijn handtekening onder gezet. Als een hele mooie herinnering aan deze dag. Nogmaals, hartstikke gefeliciteerd voor deze hele mooie inzet voor jou. Dik compliment en ik hoop dat je een voorbeeld bent voor een heleboel kinderen en jongeren in onze gemeente. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Nou, wie weet kom ik nog eens een keer langs. Dag. We zijn hier in Bergentheim en ik sta in de stal waar ook de pony van Floren staat. King. En we gaan nu naar buiten, want ik denk dat ik hoor dat hij eraan komt. Gaan jullie mee? Floris, goedemorgen. Heb je enig idee wat ik hier bij me heb, Floris? Ja, volgens mij is het een jeugdlintje. Ja, dit is een hele bijzondere dag vandaag. Want ja, dat zei ik ook al. Ja, want er zijn jongeren die krijgen van mij vandaag een jeugdlintje. Omdat ze hele mooie, bijzondere dingen hebben gedaan. En wij hebben dat gehoord van jou. 33 hele mooie werkjes heb je gedaan in de coronatijd. En dat vinden we zo speciaal. En daarom hebben we besloten dat ik jou heel graag een jeugdlintje wil gaan geven. Maar we mogen niet te dichtbij komen, dus dat doen we heel braaf met die 1,5 meter afstand. Ja, dat zag ik al. Ja, mag ik hem zo overhandigen, mag je hem zelf omhangen. Van harte gefeliciteerd. Oh, wat een mooie. Wat een geweldige prestatie hebben gedaan. Nou Floris, jij hebt je lintje om, omdat je iets heel moois hebt gedaan. Kun je ons eens vertellen wat je precies gedaan hebt de afgelopen jaar? Nou, in het begin van de coronatijd heb ik wel 33 of wat meer knutseltjes gemaakt voor oude mensen. Ik ben eerst naar de mensen gegaan die ik ken, maar toen was ik steeds meer naar de mensen gegaan die ik niet ken. Dus. Maar liefst 33 knutselwerkjes, wat hartstikke mooi. En die heb je allemaal gegeven? Ja, ik ben begonnen bij mijn oma en bij mijn tante. Ik ben bij heel veel mensen geweest. Oh, geweldig. Nou, dat is een hele mooie grote prestatie. En daar geef ik graag een dik applaus voor. En ik heb nog een keer iets gedaan. Oké, vertel. En dat zijn ik heb koekjes gemaakt. En die heb ik al 3 of 2 keer gedaan, denk ik. Oké, wat leuk. Geweldig. Dus een mooie koekenbakker ben je. Ja. Wat leuk, hè. Hey, maar omdat je zoiets moois hebt gedaan, je hebt je lintje gekregen al. Mooie medaille erbij. Ja. Maar we hebben ook nog speciaal voor jou een oorkonde. Oh. En daar staat precies op wat je in ieder geval gedaan hebt. Met een grote krabbel van de burgemeester eronder, want dat hoort zo. Ja. En die wil ik je heel graag overhandigen, alsjeblieft. Dankjewel. Hey, maar op zoiets moois gaan we ook natuurlijk drinken. Dat doen we natuurlijk wel alcoholvrij. Dus wij pakken een glas. Dat is gewoon limonade. Oh. Heel erg. En dan proosten we er eventjes op. Proficiat op een grote held van Hardenberg. Woe!
zijn nu in Dedemsvaart en we gaan zo meteen naar Theresia. En dat weet ze nog van niks, maar ook haar gaan we verrassen met een jeugdlintje. Hey, van harte gefeliciteerd, Theresia. Hoi. Ja, wat een welkom, hè? Ja. Ja. Nou, ik heb een hele grote verrassing. Oké. Want jij bent niet alleen genomineerd, je krijgt zowaar ook nog het jeugdlintje van de gemeente Aardenberg voor alle mooie prestaties en inzet die je de afgelopen periode in de coronatijd gedaan hebt. Jeetje. Leuk, hè? Ja. Ja, zeker. Ik heb zo mooie verhalen van jou gehoord en dat was voor ons de reden om te denken, jij verdient een jeugdlintje. Maar ja, ik mag hem niet dichtbij komen geven, dus ik moet hem op afstand naar je toe hengelen. Ja. Dus mag ik hem zo overhandigen? Zeker. Mag je hem zelf omhangen? Dat doe ik dus. Nou, van harte gefeliciteerd. Bedankt. We hebben een held erbij in Hardenberg. Ja. Je bent zoals dat nu heet een held van de gemeente Hardenberg. Omdat je hele mooie dingen in het afgelopen jaar gedaan hebt voor een heleboel mensen. Kun je daar misschien wat zelf van vertellen? Ik heb in de coronaperiode de ouderen geholpen met de boodschappen bij de jongerenwerken in Dedemsvaart. En daar heb ik elke zaterdag of elke andere dag heb ik boodschappen gehad bij de Jumbo. En dan hebben wij bij Dedemsvaart ergens bij de markt hebben we hem neergebracht en die verspreidde onder de ouderen. Oké, wat leuk. Dus echt een helpende hand voor oudere mensen en mensen hier in de omgeving. Wat leuk. Nou, in ieder geval bemerk ik dan je met een dame met een groot hart voor andere mensen. En dat heeft ons ongelooflijk aangesproken. Dus daarom hebben we ook besloten, jij wordt echt een held van de gemeente Aardenberg. Gefeliciteerd. En daar hoort een officieel, zoals dat heel mooi, een oorkonde bij. En die mag ik je overhandigen. We zien, dat zit mooi in papier. Met slingers. Kijk eens, mag ik die aan jou geven? Ja, alsjeblieft. Hoor. Dankjewel. Bedankt. Met nog een handtekening van de burgemeester erbij. Ik zie dus het ziet er nog echt uit ook. Ja. Leuk, hè? Ja. Nou, en met een feest moeten we natuurlijk proosten. Ja. Wij hebben een borrel bij ons, maar geen alcohol hoor. Nee, ik ken nog geen alcohol. Het is gewoon limonade, maar daar gaan we echt eventjes van genieten. Proost. We hebben nog wat cadeautjes. Zie hier een heerlijk plak, mag ik het zo noemen, chocolade. En nog een tasje vol met allemaal leuke dingetjes voor jou. Bedankt. Mag ik die ook aan jou geven? Natuurlijk. Kijk dan. Dankjewel. Chocolade bij. Hier kunnen we alleen maar trots op zijn in Hardenberg. Ja. Mooie dag. Ja. Dankjewel. Ja. Vandaag een hele mooie dag met drie helden in de gemeente Hardenberg die zich sterk gemaakt hebben voor hun medeburgers, voor vrienden en kennissen met hele mooie initiatieven. Of het nou de zorg was voor een buurvrouw of een buurman of wat dan ook, het maakt niet uit. En daarom hopen we van harte dat we volgend jaar weer nieuwe helden in onze gemeente mogen verwelkomen en aan wie ik een jeugdlintje mag geven. Ken jij misschien iemand in jouw buurt die hele mooie, bijzondere dingen doet? Meld hem aan bij de gemeente Hardenberg en wie weet wordt hij of zij volgend jaar wel de jeugdheld van de gemeente Hardenberg.